Voor de vroa-resistentieteelt maken we gebruik van darrenvolken. Een darrenvolk is gewoon een bijenvolk waarin we darren telen. En die darren die gaan dan boven het moerrooster. Het darrenbroed gaat boven het moerrooster, zodat ze daar kunnen uitlopen. Dat heeft twee redenen waarom we dat doen. De eerste is dat we zeker willen weten dat die darren van ons zijn. Dus dat er geen vreemde darren de kast in zijn gevlogen die we dan weer gebruiken. En als tweede reden heeft dat die darren zelf niet naar buiten vliegen, want dan zouden we ze kwijtraken. Maar die darren moeten wel kunnen vliegen. En daarom zetten we boven op de kast een kooi. In die kooi kunnen dan die darren vliegen. Het is nu nog 's ochtends vroeg, zijn er nog niet zoveel darren. Daar zit er toevallig eentje in de hoek. Maar je zit er natuurlijk nu niet zoveel darren. Maar als het wat warmer wordt en wat verder op de dag, dan vliegen daar veel darren. Dat die even kunnen vliegen en dat ze zich daar kunnen ontlasten. De bijen ruimen dat allemaal weer keurig op. En vandaag is de dag dat we die darren gaan oogsten. We beginnen met wat bijen te oogsten in onze darrenvangkooi. Waar dit de onderkant van is, komen wat bijen die dan de darren gaan verzorgen. Dit is de darrenvangkooi. Hier komen de darren in. Onderin komt dus dat roostertje met werkbijen. En die werkbijen kunnen dan de darren die er bovenin zitten verzorgen. En via dit luikje kunnen we dan die darren pakken. Nou, ik krijg altijd veel commentaar op dat ik zonder handschoenen werk. Maar we hebben altijd baas boven baas. En Merian doet niet eens een kapje op. Oh. Achter Merian staat René, onze inseminator. Dat is een van onze elkonvolken, denk ik. Ja. Een van onze elkonvolken die eigenlijk al meer richting de winterstemming gaat, zoals je ziet. Want die heeft wat voer boven zijn hoofdje. Is ook wel typisch voor dit jaar. Dat is heel gek, maar veel van mijn bijenvolken hebben een krans boven het broednest. En ja, dat zal toch met dat koude voorjaar te maken hebben gehad. Ik kan het nog niet helemaal duiden. Nou. Dus doen we even wat bijen in het... Ik moet er weg doen. Ik ben nog steeds dood. Mm-hmm. René proeft even van de honing. En? De kenner zegt? Heerlijk. Maar niet welke soort. Ja. Daar loopt een van onze teeltmoertjes. Deze lijn gebruiken we zowel voor darren als voor larfjes, zeg ik uit mijn hoofd. Is dit 142? Een Elgon-lijn die we zowel voor larfjes hebben gebruikt dit jaar als voor de darrenlijn. Dat is ook een mooi broedraam. Ja, dat is ook een mooi broedraam. Dat is ook een mooi broedraam. Dat is wel kleine larfjes, maar geen eitjes. Reizen met bijen is toch stressvoller dan dat wij denken. Dit is jonge broed. Morgen zijn er weer eitjes. Die is gewoon van de leg af door de stress van de transport. Gaan we darren oogsten. Deze darren zijn nu een dag of 40 oud, waardoor ze normaal gesproken zouden gaan vliegen om koninginnetjes te bevruchten. Bij darren is het zo dat hun sperma al gemaakt wordt in het larvale stadium. En dat sperma dat rijpt eigenlijk alleen maar in hun leven. Maar al die spermacellen die zijn er al. En daarom is het heel belangrijk dat darren goed gevoerd worden als ze nog jong zijn, als ze nog larf zijn, want dan wordt eigenlijk het sperma allemaal al geproduceerd. Dat zijn de darren, maar niet veel. Het was echt een moeilijk darrenjaar, want zoals we allemaal weten was januari, februari, maart extreem warm. En toen het allemaal moest beginnen in april, hadden we het koud en nat. En darren zijn eigenlijk het eerste slachtoffer van wat moeilijker periodes in een bijenvolk. Want die worden dan direct niet meer gevoerd.
Darrenbroed wordt heel snel uitgeruimd door bijen bij tekorten. Als je darren wil telen, dan is het belangrijk dat je eigenlijk continu blijft voeren. Ik heb wel wat gevoerd, maar wellicht te weinig. Dus dat er ramen zijn met open voer. Dus als ze alles verzegelen, ook dat is eigenlijk voorraad die de bijen niet snel aanspreken om darren te voeren. Maar open voer wel. Ja, dit is dus het broedraam dat we erin hebben gehangen waar het darrenbroed op zat. Hieronder zie je de darrencellen, die mooi uitgelopen zijn natuurlijk allemaal. En daarboven zie je ook het voer. En ook leuk om even te zien, voor de kijkertjes thuis, is dat je bovenin zie je open voer. En dan kom je bij de darrencellen en die zijn allemaal droog. En dat is eigenlijk een teken dat de bijen deze darrencellen nog steeds voorbereiden voor broed. Die willen dus eigenlijk nog meer darrenbroed maken. En daar geen honing in opslaan. Geen nectar in opslaan. Grappig om te zien. Ik wist wel dat dat zo was, maar in dit raam kun je dat echt heel mooi zien. En je zult zien dat als dadelijk de lindendracht komt, dan knallen ze het helemaal vol. Dan zijn we ook de zonnewende, hoe zeggen we dat in Nederland? De langste dag zijn we voorbij. En dan worden ook die darrencellen, die nu dus tegen het broednest aanzitten, gewoon gevuld met nectar. En je ziet ook dat er onlangs iets een nectardrachtje is geweest. Een beetje acacia, denk ik. Dat heet je een beetje braam. Want je ziet dat die cellen aan de bovenkant wit uitgebouwd zijn. Dus hebben ze dikker gemaakt om honing op te kunnen slaan. Dit waren natuurlijk broedcellen, want dit raam komt uit het broednest. Oh, hier zie je daar zo'n vlugel. Ja, dus deze dart is al aangetast door de varroa. Dit is een van de bokken met onze mini pluskastjes. Daar hebben we er ongeveer 120, 130 van gemaakt dit jaar. In zo'n kastje zitten een aantal bijen met een jonge koningin. Die jonge koningin hebben we geteeld. Daar heb ik een ander filmpje van gemaakt hoe we dat gedaan hebben. Die koninginnen die hebben we gisteren in een kooitje gedaan. Zodat we die er nu makkelijk uit kunnen halen. En die koningin die is onbevrucht. Die kan zich ook niet zelf laten bevruchten. Want we hebben voor de vliegenopening hier... Voor de vliegenopening hier hebben we een klein moerroostertje gemaakt, zodat die koningin niet naar buiten kan. Want die mag niet naar buiten, want die gaan we kunstmatig insemineren, zodat we zeker weten welke vaderlijn we op welke moederlijn we combineren. En dat doen we allemaal om de varroa-resistentie teelt uit te kunnen voeren. Vandaag ga ik die koningin iets eruit halen. Gisteren hebben we al een serie gedaan, nu gaan we de serie doen die we gisteren niet hebben gedaan. Dat is onder andere de B2113. Die zit onder andere in dit kastje en in een aantal kastjes daar. En nog twee andere lijnen gaan we vandaag doen. Dus kijk gerust even mee. Dus de koningin is al gekooid. Die halen we eruit en die brengen we dan nu naar de inseminator. Hier loopt onze koningin. En zo oogsten we hier nu ongeveer een tiental koninginnen. En die breng ik dan naar de inseminator. En vanuit daar laat ik jullie verder even zien hoe het verder gaat. Elk kastje staat het nummer van het volk. Aan dat nummer weten we dan ook welke koningin daarin zit. Dat hebben we natuurlijk allemaal opgeschreven. En ook welke sperma ze krijgt. En in welk kastje ze dadelijk weer teruggaat. Gisteren hebben we niet alleen deze koninginnen gekooid, maar hebben we ook deze koninginnen één keer laten slapen. Dan laten we ze even inslapen met CO2. En dat is nodig om de bruidsvlucht te simuleren. Als je dat niet doet, dan zouden de eileiders niet goed tot ontwikkeling komen en dan komt ze dus niet goed aan de leg. Dus we moeten haar in totaal drie keer laten inslapen. En dat is dus gisteren voor de eerste keer gebeurd, de tweede keer gebeurd. Bij de inseminatie.
En de derde keer gebeurt na de inseminatie. En zo verder. De koninginnen die we net hebben opgehaald gaan in de broedmachine. En we gaan er gelijk René een geven, want dan kan die verder. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stuks. Mooie grote koninginnen, René. 9 stuks, die gaan in de broedmachine. Zodat ze in ieder geval op temperatuur blijven en de luchtvochtigheid goed blijft. En René gaat ze dan insemineren. Dat laat ik even zien. Serum is bedoeld om het sperma goed te houden, om het sperma een beetje te voeden. Een beetje te verdunnen, precies. Ja. Een beetje serum voor en een beetje serum achter de sperma. Halen we de koningin eruit. Nu slaapt ze niet, nu is ze gewoon wakker. Dan loopt ze zelf in het buisje. Loopt ze achteruit omhoog. Pakken we haar angeltje. En insemineren we het sperma. Blazen we haar uit het buisje. Controleren we of alle pootjes goed zijn. De
alle bijzonderheden die schrijven we ook op. In dit geval, welke kleur dar was het? Een geel. Een gele dar. Gele zou het denk ik niet beter. Marion knipt het vleugeltje. En voorziet haar van een nummertje. In dit geval is dat hetzelfde nummer als het kastnummer. Druppeltje nagellak erop, dat we als lijm gebruiken. En dan mag ze in de uitslaapkamer naar de broedstoof. En de volgende koningin. Rechts liggen de koninginnen die al gedaan zijn en links die nog moeten gebeuren van deze serie. We leggen de koninginnen terug. Daarvoor maken we een soort hangmatje. Daar valt ze al slapend nog, nou, bijna slapend, deze wordt dus al wakker. Leg ik haar daarin dat ze rustig is en rustig teruggaat in het volk en niet uit schrik rond gaat rennen. Dan heb je kans dat de bijen de koningin afsteken. Alle openliedplaatjes die we gebruikt hebben vandaag. En dit is de protocollijst zoals we die ingevuld hebben. In totaal ongeveer 120, ik geloof 122 koninginnen. Van elke koningin wordt genoteerd in welke kast ze zit. Wat de code is van de moeder. Welke darrenlijn, uit welke darrenlijn die kast komt. Wie de inseminator was, vandaag dus René van der Molen. En onze groep heet de Tiltgroep Achterhoek. Nou, zo ziet de chaos eruit na een dagje koninginnen telen. Koninginnen insemineren, moet ik natuurlijk zeggen. Nou, het zit erop, we gaan opruimen.